En we beginnen meteen met het uitreiken van een eerste award. Het is meteen een award die mij erg na aan het hart ligt. De SABAM Award for the Most Original Composition by a Young International Composer. Onze jury ging op zoek naar nieuw, jong talent dat binnenkort misschien wel de grote films in Hollywood gaat maken. En gaf hen een clip van The Third Man, een meesterwerk van Carol Reed uit 1949... Brits, en dat is niet toevallig, want het Film Fest Gent stond dit jaar in het teken van Groot-Brittannië en de Britse cinema. And talk about The Third Man, and in your mind you'll hear Harry Lime's theme by Anton Karas. Replacing his score is a daunting task only for the brave. Maar de winnaar krijgt €2.500. The winner gets €2.500, de SABAM-prijs. Uit handen van de voorzitter van de Raad van Bestuur van SABAM, Johan Verminnen. Goedenavond, ik heb een cheque en ik wil er vanaf. En naar wie gaat die cheque? De SABAM Award for the Most Original Composition by a Young International Composer goes to Peer Kleinschmidt. Great performance. First of all, I want to say that I'm really honored to be in this category with these two talented composers like Maxime Hervé and Roman Falkenstein. It's a pleasure to be with you at this festival. And second, I want to thank you, or take the chance to thank my teachers, my mentors, and my family for all the inspiration and the patience I received from them. And above all, I want to thank you, the organization, the team, and the jury of the festival, and of course you, the audience, with your passion, and you allow us, those artists, to do what we like to do, what we love to do, and I could experience the last days how much you care here in Ghent about these artists and their music. So, thank you. Dank je wel. Thank you so much, Peer Kleinschmidt and Johan Verminnen. Thank you so much.